Ajax trainde vandaag onder deze overdekte sterrenhemel. De ploeg van Frank de Boer blaakt van het zelfvertrouwen na de ruime overwinning tegen AZ van afgelopen weekend. Aanstaande zondag is het tegen Willem II een weerzien voor deze man, Mitchell Dijks, die één seizoen in Tilburg speelde. Frank de Boer zag echter al snel dit gebeuren. Mike van der Hoorn greep tijdens de training naar zijn lies. Nou, het schoot in zijn lies in ieder geval. Hij voelde zich net op de massagebank of de behandelbank wel wat beter. Maar het is afwachten wat de reactie morgen zal zijn. Ik hoorde opeens van dat Mike last van zijn lies had. Ja, ik heb eigenlijk geen idee. Ik zie het straks wel als ik de fysioruimte inloop. Maar, er blijft weinig over. Ja. Nee, we zitten al vrij dunnetjes in de verdedigers. Dus, Ja, dat is echt zo. Gisteren hadden we een training met de verdedigers. En waren we volgens mij met z'n vieren. Dus het is een beetje karig nu, maar ik hoop dat hij er gewoon bij is. Morgen zullen we dus meer weten over de aard van de blessure van Van der Hoorn. Leuke statistiek is dat Ajax tegen geen enkele ploeg vaker scoorde dan tegen Willem II. Ook Dijks wil wel een graantje meepikken. Ik hoop zondag een doelpuntje mee te pikken. Zullen we er wat opzetten? Nou, vertel maar. Nou, als jij nou scoort, dan neem ik... Wat zal ik eens meenemen? Iets lekkers voor jou. Cadeautje. Ja?